hadden Gray en ik bedacht om een boekje te maken. Nou, en in dat boekje zal je ondergedompeld worden in de geschiedenis van de Dessa Finale. Het is een prachtig boekje geworden. Ja. Oh. Jongen. Dan zit je net in de flow en dan had jij ook een maar waar zit gebleven? Het is een prachtig boekje geworden en je zal nogmaals ondergedompeld worden in de geschiedenis van Dessa Finale. En enkele van jullie zullen erin staan, velen niet. Maar als dat zo had geweest, ja, sorry, dan hadden we een 12-delige encyclopedie kunnen maken. En dat is niet gelukt. Maar zeg je van, ja, ik wil er eigenlijk ook een boekje, dat kan. En dan maak je je eigen boekje, wij hebben de foto's. Ja, dat is de eerste die je al teleurgesteld is, die gaat zo weg en dan staat hier een boekje. Ex-vriend. Oh, nou is ook een van mijn ex-vrienden, ja. Ja, het zal wel... De tent is zo leeg. Ja, de tent is zo leeg. Ik kan eens gaan spelen. Dat is ook zo gebeurd. Wat schrik dat doen? Ja, Betjaan en Prosper, ja. Het officiële gedeelte, ja. Daar moeten we kunnen niet aan voorbij gaan. Ja. Wij wensen jullie de komende 25 jaar heel veel succes in de Dessa Finale. En wij hopen dat we daar nog heel lang van mogen genieten. En om dat toch een beetje te formaliseren, hebben wij toch iets in elkaar geknusseld. En dat willen jullie overhandigen. Het staat ook in de uitnodiging. En het officieel, de tapkraam gaan we nu overhandigen aan Bejana en Prosper. En Greg gaat die nu overhandigen. Nee. Nou. Ja, Greg doet iets te snel, maar goed, maar. Ja, Greg zegt, ik wil er zo snel mogelijk van afzetten. Want het boekje wou ik ze net nemen, maar goed, maar. Nou, hier heb je... Ja, officieel, dat krijg ik even een applaus.